De situatie in Koroni is rustig en de orde diensten in het district zijn opgeroepen paraat te staan. Afgelopen zaterdag is er via een activist opgeroepen om vandaag om 11 uur 's morgens actie te voeren in het Kokos-district. Echter, toen onze redactie rond 12 uur belde, zei districtscommissaris Michael Winter dat er geen protesten in zijn bestuursresort zijn. Koroni is vrij rustig. Ik heb ondersteuning van Nikeri, dus als DC heb ik ondersteuning gevraagd van mijn collega, van de minister van Amoxi en minister regionale ontwikkeling. En ik heb die ondersteuning gekregen, dus corona is vrij rustig. Dus als... Ik heb een aantal politieagenten nu patrouilleren in corona, dus het is vrij rustig. Dus de berichtgeving dat mensen protesteren of op straat zijn gekomen is helemaal... Nee, dat is niet op waarheid. Okay. Maar dan, waarom heeft u de politie al in paraatheid gebracht in uw district? Mijn persoon, maar we hebben een tip gekregen, dat was hier, dat zaterdag. Mm-hmm. En ik heb de autoriteit op de hoogte gezet van apps die ik binnenkreeg. En ik stuurde die apps gewoon door naar de minister, mm-hmm. van Erik, naar de ontwikkeling, minister Amoxi. In onze DC-groep heb ik ook apps gestuurd. En we waren gewoon voorbereid. De burgervader laat weten dat hij niets aan het toeval heeft overgelaten en wil niet dat wat zich in Paramaribo heeft afgespeeld afgelopen vrijdag ook in zijn district gebeurt. Echter is de aankondiging van protesten in het district niet zonder slag of stoot gegaan. Door de aankondiging houden alle winkels in Koroni hun deuren gesloten. En de mensen hebben nu probleem, want Fernandes is brood komen leveren. Fernandes moest gewoon langs de brood van koophandel aan de De Chinese werken weigeren om open te gaan. Begrijpt u? Ja. Dus vanmorgen als DC heb ik zelf langs de straat brood moeten kopen. De DC zegt dat hij een beroep op de winkeliers had gedaan om hun winkels open te stellen. Echter heerst er nog een bepaalde vrees. Gezien de situatie in het district onder controle is, zegt Winter wederom met de winkeliers te zullen praten.